Het organisatorisch bord komt bij ons tot leven in het begin van het schooljaar. Een fijn startmoment om even samen te bepalen wat is ons gezamenlijke doel. Daar komen dan altijd al automatische acties uit. En het organisatorische bord helpt dan om die acties klein genoeg te maken, zodat ze ook te plannen zijn en dingen ook afkomen. Dus dan komt er een proces op gang waarin je dat kan bijhouden. Ik heb samen met Marlijn, dat is onze rector, een organisatorisch bord waarin wij de grote thema's die er op school zijn hebben weergegeven. Volgens mij is mijn kamer één groot bord. Daar links in de hoek zijn alle dingen die heel belangrijk zijn voor de koers van UNIC. En de 5 spierpunten, bijvoorbeeld formatief werken, bijvoorbeeld een heel goed mentoraat. De designcyclus en onze waarden hangen daar en de methodieken van leerkracht hangen daar. Verder hebben wij gekozen voor een backlog en daarnaast een urgent belangrijk. En daar plaatsen we de dingen in. Dat is hoe wij onze MT-sessies organiseren. Welke dingen hebben deze week onze aandacht nodig? Welke stappen hebben we al gezet? En wat wordt de volgende zet op al die verschillende onderwerpen die wij als schoolleidingen op ons bord hebben? En bij elk thema staat de to-do en wat er aan de gang is, dat heet bij ons doing. En wat er klaar is, dat heet done. En dat hangt dan samen ook met de successen die we te vieren hebben. De 5-6 highlights die voor de koers van UNIC het belangrijkst zijn, houden we dagelijks bij. Wekelijks bespreken we die met meerdere personen. Dit bord levert op dat wij scherp blijven, dat we steeds zien waar we staan. En dat helpt ons heel erg met focus aanbrengen op die belangrijke dingen, zodat de ruis van alle dag er even van af is. En dat we ons dus bezighouden met de belangrijke dingen die ook vaak voor de wat langere termijn zijn.